Vandaag gaan we raadselachtige mysteries met elkaar delen met een magisch tintje. Wat spelen we vandaag? Dixit, de Disney-editie. Dixit Disney is een magisch spel waarin we gaan vertellen, interpreteren en raden. En dat allemaal in Disney-thema. Kun jij de meeste punten scoren met je verhalen? Dixit Disney kan gespeeld worden met 3 tot 6 personen en is geschikt voor spelers vanaf 8 jaar. Je speelt het spel in ongeveer 30 minuten. De spelelementen bestaan uit 1 speelbord, 6 karakterfiches en 6 bijbehorende stemwielen en 84 kaarten. Alles uitgepakt en klaar om te spelen? Dan gaan we nu het spel uitleggen binnen 3 minuten. Start de tijd! Plaats het spelbord in het midden van de tafel en plaats de karakterfiches op het startvak. Schud de kaarten goed door elkaar en plaats deze gesloten op de tafel als trekstapel. Elke speler krijgt nu 6 kaarten. Deze mag je zelf bekijken, maar blijf een geheim voor je tegenstander. Kies een startspeler. Deze mag als eerst beginnen om zijn verhaal te vertellen. Spelers zijn met de klok mee aan de beurt als verhalenverteller. Speler die aan de beurt is, bekijkt zijn handkaarten en kiest er in het geheim één uit die hij gedekt op tafel legt. Hij mag nu een hint geven aan de andere spelers over de gekozen kaart. Dat mag alles zijn. Een woord, een zin, een liedje of zelfs uitbeelden. De andere spelers kijken naar hun eigen handkaarten om te kijken welke het beste past bij de gegeven hint. Elke speler kiest nu 2 kaarten als je met 3 spelers bent of 1 kaart als je met 4 of meer spelers bent. Je laat de gekozen kaart aan niemand zien, maar geeft deze gedekt aan de verhalenverteller. De verhalenverteller schudt alle ingeleverde kaarten, inclusief zijn eigen kaart. Daarna plaatst hij alle kaarten langs de genummerde vakken van het speelbord. De spelers mogen nu allemaal in het geheim raden welke kaart van de verhalenverteller is. Draai je stemwiel naar het nummer waar de kaart bij ligt. Let op, je mag nooit op je eigen kaart stemmen. Als iedereen heeft gestemd, worden de stemschijven opengelegd en bij de juiste kaart geplaatst. De verhalenverteller mag nu onthullen welke kaart van hem is. Op basis van de stemmen worden er nu punten uitgedeeld. Als tenminste 1 speler de juiste kaart heeft gekozen, krijgt de verhalenverteller 3 punten. Maar alle spelers die het goed hebben geraden, krijgen zelf ook 10 punten. Als iedereen of niemand op de juiste kaart heeft gestemd, krijgt de verhalenverteller geen punten en alle andere spelers 2 punten, ongeacht welke keuze ze hebben gemaakt. Tot slot krijgen spelers die niet de verhalenverteller zijn, maar wel een stem hebben gekregen, 1 bonuspunt per ontvangen stem. Verplaats nu de pionnen op het bord met het juiste aantal punten dat je hebt gekregen en gooi alle gebruikte kaarten weg op een aflegstapel. Iedere speler krijgt nu een nieuwe kaart van de trekstapel en de volgende speler is aan de beurt. Mocht de trekstapel leeg zijn, schud dan de aflegstapel goed door elkaar en maak daar een nieuwe trekstapel van. Als 1 of meerdere spelers aan het einde van een ronde 30 punten hebben, stopt het spel. Deze spelers zijn de winnaars. Je weet nu precies hoe je Dixit Disney moet spelen en winnen. Go play!